eindelijk Absoluut. Waarom opgelucht? Ik denk dat er een goed besluit is genomen. Aan de andere kant heb ik ook een heleboel geleerd. Wat heeft u geleerd? Hoe het allemaal zit. In het cellenhuis. En ik denk dat ik de PA's mag complimenteren voor de behandeling die ik heb gehad. Wat is de next step? Rustig. En dan de verkiezingen tegemoet gaan. Als u nu naar huis gaat, wat is het eerste ding dat u gaat doen? Met de familie. Natuurlijk, we moeten weer opnemen wat we hebben achtergelaten. Of wat ik heb achtergelaten. En ik denk dat daar toch wel wat tijd in gaat zitten. Ik moet ook even ontwennen, 27 maanden in gevangenschap. Maar het neemt niet weg dat de ervaring die ik heb ook gaat delen. En dit mag nooit meer voorkomen dat het politieke rancune gaat spelen. We zijn er. Prijs God. Prijs de Heer. We zijn er. Goedenavond. Ik was rustig. Ik ben altijd met de Heer. Dat is het meest belangrijk. Die de ondersteuning heeft gegeven. Maar ik dank ieder voor de steun. Kom ik hier binnen. Voor de goede zorg. Voor de goede zorg. En alles wat daarmee gemoeid is. Ik ben blij dat een gedeelte van de democratie is hersteld. In mijn geval. In alle gevallen. Maar er is nog heel veel te doen. Voor heel veel burgers van Suriname. En dat wil ik ook. Dank u. Ik denk Baden. Nee, mijn kinderen, familie. Ik ben een familieman, daar gaat het om. Eerste plek, zorg voor je gezin en omleiding. Ik zie dat de normen en waarden flink aftuigen in Suriname. Dit is niet wat ik gewend ben van Suriname, zoals ik ben opgegroeid. Lico 1, Wulfings enzovoort. Daar waren we veel saamhoriger. En als het aan mij ligt, hebben we weer een ministerie van normen en waarden. Wat vindt u daarvan? Opgelucht, ook vanwege het feit dat we nu onze gezin mogen zien, onze familie mogen zien, onze vrienden mogen zien. In alle vrijheid. Die frisse lucht gemist? Hier had ik wel frisse lucht en dat moet ik wel toegeven. In de inrichting kon ik gewoon in de zon, ik kon de zon zien. En mijn eerste dag hier in de inrichting is wachten op de zon. Frisse lucht hier inademen. En ik kon hier toch wel tijd met mezelf doorbrengen. Heeft u nieuwe vrienden gemaakt daarbinnen? Heb ik vrienden gemaakt hier? Ja, zowel de celgenoten als ook de penitentiaire ambtenaren. Heel vriendelijk, maar ook bezig geweest om mij te motiveren. Om niet op te geven. Net zoals het resocialisatieproces. Daar kan er nog meer gedaan worden. En ik denk dat we daar ook beleid over moeten maken. U heeft een geruime tijd hier binnen gezeten. Wat is uw ervaring in grote lijnen? Dat we niet zo hoeven af te schrikken van grote muren. De mensen zijn mensen. Een menselijke behandeling, vol respect kunnen behandelen. Ongeacht wat men heeft gedaan. En die dat respect hebben ze wederkeer. Norma is vast van trikt. Ja, wat ze ook hebben gedaan. Mensenrechten, daar moeten we echt voor staan. Ik vind dat dat ook een taak is van journalisten. Om op te komen voor de mensenrechten. Voor ieder. Het is internationaal voorgeschreven. En ook hier merk je op een gegeven moment qua voeding en qua opleidingen of iets dergelijks dat daar veel beter aandacht aan kan worden besteed. En dat is mijn leerles hier binnen. Maar aan de andere kant, ik heb van elke buurt en van het binnenland mensen leren kennen. En dat was zeer leerrijk, innoverend. Dat ieder huis heeft zijn eigen problemen. Kom ik toch weer met beide voeten op de grond. Dus ik heb altijd hoop gehad, hè, als je loopt door de diepe dal van wat jou is overkomen, dat je altijd vastig moet zijn in het geloof. Wat heeft u het meest gemist? De familie. En de echte vrienden. En nu zie je wie de echte vrienden zijn. Zoals Ozi.
En ik moet hem feliciteren met zijn... Zilver. Ja, week, wereldkampioenschap, dame. En ik moet hem feliciteren. Vrijheid is een van de meeste waarborgen die we allemaal moeten bewaken. En als ik zo kijk wanneer onrecht dan wel, de manier waarop de procedure loopt, mensen die direct in, hoe zal ik zeggen, gevangen worden gezet met beperkingen en dergelijke. En achteraf gaat het onderzoek in. Ik denk dat we daar een keertje anders naar moeten gaan kijken. Maar dat vergt een systeem. Ik ben blij dat ik kerst thuis ben en met mijn kinderen kan doorbrengen, met mijn familie kan doorbrengen. En mijn moeder is ook niet de jongste meer, mijn oma. Ja, ook al boven de 96. Dus ik kan daar niet op wachten. Weer te zijn bij vrienden en degenen die hebben ondersteund gedurende dit proces. En daar leren we ook weer een leerles. Laat me ook jullie bedanken voor de kritische verslaggeving. En ik denk dat wat met mij gebeurd is, ik ook zal vastleggen. En dat mag niet meer politiek... politiek mag dit niet meer gebeuren. Wat gaat er nu gebeuren? Nu even ontwennen, rusten. Maar ik denk dat ik nu ga voor de komende verkiezing. Nog een keer? Voor de komende verkiezing. Daar ben ik ready voor. Gaat u zich verkiesbaar stellen? Nee, maar ik werk voor de partij. U heeft het nieuws gevolgd de afgelopen periode. Ja. Eén minister van Financiën, bent u kandidaat? Nee, helemaal niet. Laten we politiek even terzijde houden. We hebben dat meegemaakt, wat dat kan doen. Daar moet je een heel ander soort voorbereiding voor hebben. Niet alleen maar kundig zijn ervoor, maar het is je wegen kennen in het politiek veld. En dat is een van mijn leerlessen. Niet dat het een onbehoorlijk leerles is, het is een vreselijk... Ja, toereikende leerles. Oh. En hoe voelt het zich? Ik heb geen woorden voor. Mijn dag, mijn nacht kan niet meer stuk gaan. En dit ga ik vasthouden, dit fijn gevoel, met alle hobbels die nog komen zal. Maar dit sterkt mij. Dit sterkt mij in mijn bezig zijn, maatschappelijk, noem maar op. En te meer om die twee heren zo naar buiten zien gaan. Ik heb geen woorden voor. Ik heb geen woorden voor. Ik ben zomaar chauffeur. Oké. Yes. Yes.